willen de prijs uitreiken natuurlijk. Maar ja, de jury had een hele moeilijke taak. Dat zult u allemaal begrijpen. Waar hebben we allemaal op gelet? We hebben op ontzettend veel dingen gelet. De ene heeft gelet op hoe lang doet iemand iets al? Hoeveel vrijwilligers weet hij ook nog te motiveren? De ander heeft gelet op van, goh, hoe kwam de ambassadeur over? Hoe motiverend is die ons te bereiken? Ja, en dan natuurlijk de staat van dienst. Ja, het is heel wat hier staat. Ongelooflijk. Ik kan me niet voorstellen dat de andere edities ook zoveel toptalent hadden. Maar het zal gerust zo zijn geweest. Maar we zijn als Eimond daar toch wel heel sterk in, als je het zo ziet. Nou, de jury heeft helemaal gepraat over hoe gaan we het nou doen. Want we hebben natuurlijk cijfers toegekend. We hebben nummer 1 tot en met nummer 6. En we hadden alle 5 iets van, we gaan echt niet 6, 5, 4, 3. Dat doen we gewoon niet zo. We gaan nu 4 mensen noemen die niet op het podium blijven staan. Maar die dus eigenlijk allemaal weggaan met het idee, ik had die nummer 3 in ieder geval kunnen zijn. En dat vonden wij het allerprettigste, want dat verdienen ze eigenlijk ook allemaal. Ik zal de mensen noemen die niet op het podium hoeven te blijven staan, maar die dus in feite voor, zeker voor hun eigen ambassadeur, in ieder geval nummer 3 zijn geworden. En dat is dan Gert Iedema. Wat nu toch uit verschillende delen van het kanaal komt. Noordkanaal en Zuidkanaal. Maar wat kunnen we van u zeggen? Nou, de familie Hageman, 22 pleegkinderen. Dat hakte wel in bij de jury ook. 22 keer kinderen met een toch moeilijk verleden opgevangen. Horst Heidenreich, zoveel jaar die je hebt ingezet als, wat je zelf zegt, Duitser in Nederland. Klein stukje goed maken ook, maar je hebt veel meer dan wat gedaan. Wijkenzee leeft bijna van Jos Heidenreich. De kofferbakmarkt financiert alle activiteiten weer. Bijzonder onder de indruk waren wij. Maar ja, dan heb je eigenlijk dus 2 kandidaten. En dan moeten we er toch 1 uit kiezen. Nou, de spanning zullen we niet langer in stand houden. Ik ben trouwens nu heel benieuwd hoe die foto met die confetti gaat. Want ik zie nog helemaal geen confetti komen. Maar waarschijnlijk straks. Doen we zo meteen. De winnaar van de trofee Eimond van het jaar 2013 is geworden Anna en Martin Hageman.